Zoveel vijanden, zoveel bazen. Allemaal verslagen, allemaal gehaald. En vandaag is het de tijd voor de superbaas van Final Fantasy 9. Oh boy! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer jullie in echte shape! In de vorige aflevering zijn wij door met Maria heen gegaan en hebben we voorbereidingen gedaan om richting de Superboss te gaan. De Superboss van Final Fantasy 9. Nou, iedere Final Fantasy heeft een beetje, zeg maar, zijn Superboss. En deze heeft er natuurlijk ook eentje en die gaat heel erg pijnlijk worden. Nou, ik heb een beetje offscreen extra zitten levelen, omdat, ja, misschien toch, ik probeerde toch even allemaal op level over de level 60 heen te krijgen. Ik heb de abilities ook al neergezet. Auto Haste, Auto Life, Extra HP, High Tide, Antibody, Clear Headed en Bright Eyes. Clear Headed en Antibody, en ja, dat zijn echt must-have dingen die je dus geëquipt hebt. Dus iedereen die heeft die geëquipt. Auto Life, Have MP heb ik hier aan staan. Auto Haste voor Marco. Ja, ook voor Marco, maar of ja, Destiny. Maar ook voor de Towler en HP plus 20% en noem maar op. Het is echt namelijk deze baas. Die laat niet met zich zollen. Deze baas is gewoon echt helpaarde. Dus deze baas is gewoon verschrikkelijk. Oh, ik zie ook op Air Garden. Die zit dus nou daar. Elke keer als je dus zeg maar zou gaan falen, dan zal die dus zeg maar ergens anders zitten. Dus moet je eventjes kijken. Je kunt alleen maar bij deze superboss terechtkomen via de Golden Chocobo. Dus hou daar wel rekening mee. En echt, ik adviseer jullie. Zorg ervoor dat je de Friendly Creature Quest hebt gedaan. Want anders is deze baas onmogelijk. Deze baas staat er onbekend. Tot je geluk moet hebben. Ja, geluk. En niet gewoon van lock-up of iets van een luck-status. Nee, je moet gewoon geluk hebben wat voor aanvallen dat hij gaat doen. Ik maak je geen grapje. Echt, deze baas is gewoon verschrikkelijk. We zijn op het punt gekomen dat we hem nou moeten doen. Oké, hier is Chocobo Air Garden. En nou kan ik wel hiernaast hem op gaan slaan. En volgens mij heb ik, ja... maar dat zal weinig veranderen, want op het moment dat het spel dan weer geladen wordt, dan kan Chocobo Air Garden weer ergens anders zitten, omdat hij zit altijd ergens anders en dat is gewoon vervelend. Maar goed. Met dit gezegd te hebben, je wilde zeg maar naar Chocobo Air Garden toe gaan, waar we die Quare Quest hebben gedaan. Maar als wij hier naartoe lopen, ik heb dit al eerder laten zien, dan hebben we hier dus een vraagteken en dan is het van, wat is dit? Het lijkt op een Edelion Cave. Laten we het even onderzoeken. Dan komt Mene en die zegt, wacht Kupo! Ik voel een rare aanwezigheid daar binnen, Kupo. Is het erg? Ik heb nog nooit zoiets gevoeld, Kupo. Het is ook niet van deze wereld, maar het is ook niet een spook of iets. Het voelt van een andere wereld, Kupo. Oké. Nou ja, laten we even kijken. Ik denk niet dat je dat moet doen. Echt, ze weten dat ze hier gewoon echt heel ongewetig zijn. Dus je kunt nog even je partymember swappen. Je kunt nog een menu even openen voordat je hier naar binnen toe gaat. Maar dat hebben we allemaal gedaan. Ready. Oh boy. Ik ben hier echt niet klaar voor. Oh. Ook al ben je max level, maakt helemaal niks uit. Dit is Osma. Ik weet het, een hele rare naam voor een baas, maar... Dit is Osma en hij gaat ons leven een hel maken. Wat Osma precies gaat doen, is hij gaat de hele tijd spammen met verschillende aanvallen. En nou hoop ik dat ik een beetje een kans maak om aan te vallen. Hij begint nou met... Flare Star. Oké, dan willen we dat even counteren met een Cure. Jij doet heel eventjes aura op jezelf. Dat zorg je namelijk voor een defense buff. Oh, moet je kijken hoeveel damage. Oeh, dat was een hoop damage. En, Destiny komt in trance. Dat is heel erg handig, want dan kan ik iedereen gelijk aura geven. Oeh, nice. Dus Destiny die moet nou heel eventjes op standby blijven. Kyuraga die zorgt ervoor dat iedereen geheeld is. En de reden waarom dat ik met CP op dit moment nog helemaal niks doe... ...is omdat hij is onze remedybrenger op het moment dat dit beest cursed gaat doen. Weten jullie nog van Hades dat hij cursed kon doen na 3 beurten zijn zwaard hebben gepowered? Deze doet dat gewoon non-stop. Die vindt het gewoon leuk om te doen. Doe jij maar heel eventjes... ...Shell op de Towler. En hier komt die Doomsday weer aan. Die zorgt ervoor dat andere partymembers gehield worden, want het is alleen maar gunstig is. Ja, het liefste zou ik nog weer Aura willen doen, maar dat doet hij dan op iedereen. Dat is alleen maar gunstig. Want wij zijn dus echt heel erg bang voor zijn curse aanval. Oké, nou we hebben hem in ieder geval weer 3000 schade kunnen doen. En we zitten dus te wachten op het moment tot hij die aanval voor ons wil gaan doen. En hij doet mini. Kijk, en daar zat ik dus op te wachten. Want dan maakt hij dus zeg maar een mini zeepje.
En ondertussen doen we Return Magic, maar dat heeft geen effect, want hij is immuun voor elke status effect die er dus zeg maar te vinden is. Ja, hij doet toch even gelijk, want we hebben hem dubbel. Maar dat heeft namelijk een reden. Osma die heeft namelijk ook de kans om dus, Doomsday zelf te doen. En dat wil zeggen dat hij hem dus drie keer tegen zijn plaat aankrijgt. Dat is de manier waarop dat je hem wil verslaan. Nou, Zepi is nou ook bijna in trance. Oké, nou heeft iedereen autolife. Nou wil ik Destiny zijn autolife functie bewaren. Totdat hij aan de beurt is. Dus doe jij maar eventjes een arc erop gooien. Gewoon proberen. Gewoon just in case. Dus jij moet wachten. Ik ben benieuwd wat ik ga doen. Meteor. Oh boy. Meteor is echt dodelijk. Oh boy. Zie, alle party members die zijn gewoon dood. Behalve de Towler, omdat hij had Shell toevallig aanstaan. Oké, nou, dan kunnen we jouw aura weer gebruiken. Maar het grappige is, Meteor komt terug, omdat de Towler die heeft het overleefd. En die doet dus keihard de Meteor terug tegen Osma. Oké, doe jij nog heel eventjes Kirara, just in case. Jij doet Doomsday. Dat viel tot Destiny en de zeep. Wacht eventjes, want volgens mij ben jij nog een mini-status. Die autolife is gewoon echt een must-have. Voor die stomme aanvallen van hem. Oké, dat is gedaan. Twee zijn weer goed geheeld. Oh, dit gevecht kan zo lang duren, jongens. Berserk. Mis. Ah, verdurrie. We hebben geen controle meer over de Towler. En hij valt twee keer achter elkaar aan. Dat is zo not fair. En daar hebben we Curse, hoor. Oh. Zelda en Zepi liggen plat en die hebben al autolife net gehad. Dus ja, nou komt de Aura en die heeft dus absoluut geen effect op die twee. En over de Towler hebben wij geen controle. Oh boy. Dit is zo niet goed. Doe jij eens heel eventjes snel een revive op Zelda. Ja, en de Towler nog even geen controle over. Stomme berserk aanval. En voordat je het gaat vragen. Nee, er is geen manier om hier tegenover te komen. Er is geen ability die ik eventjes zou kunnen equipen om te zeggen van... Hey, laat ik mij proberen eventjes te laten overleven. En tot ik dus zeg van... Nou, ik equip die wel eventjes. Werkt niet. Geloof me, ik heb het geprobeerd. Werkt niet. Sorry. Revive. Zelda. Curse, nog een keer. Geef me een kans, man. Jezus. Oké, nou, iedereen die is Kaduksky, behalve de Towler. En die heeft ook nog autolife. En we hebben geen controle over de Towler. Dus dit is pretty much een... Nou ja, hij doet tenminste Doomsday. Kunnen we daar even naar kijken. Ja, of hij moet nou geheeld worden. Of hij moet nou van die berserk status afkomen. Want we hebben niemand die hem even een dead pepper kan geven. Of hij moet doodgaan, relive krijgen, want hij heeft nog een autolife en dus zeg maar iemand kunnen healen. Oké, dan krijgen we de Return Magic. Dat zou wel handig zijn als Destiny nou ook zou leven. Kun je nagaan, we hadden aura op iedereen. Oh. Maar Cursy zorgt dus zeg maar voor Confusion, Mini en Poison en daar wil je dus zeg maar vooruit kijken. Oh ja, en Darkness, maar... Darkness die hebben we bij JP en Destiny ook al weggehaald, maar... Deze baas is gewoon bijna niet te doen. Oké, nou 9999. Nou ben ik blij. Dan kan ik weer leven. Yay. Mis. Ah, de Towler met de berserk status. Wat ga je nou weer doen? Oh ja, en hij kan zijn eigen healen. Heb ik al gezegd dat hij zijn eigen kon healen? Nee, dat heb ik nog niet gezegd. En als je dan slim denkt te zijn, door ze zeggen van... Oh, jij vindt het leuk om jezelf te healen. En je geeft dus reflector van... Je zult nooit de magische spreuk tegen hem gebruiken. Omdat je toch wel weet dat je dat niet zou gaan halen. Daar is hij tegen bestendigd. Hij kan niet een reflexstatus op zichzelf krijgen. Dus hij blijft zijn eigen gewoon healen. Oké, nou we hebben in ieder geval weer controle over de Towler. En nou oké, is het afgelopen. Nee, laatste aanval. Helaas. Game over. Oh. Hierna gaan we. Ik zit met iedereen op level 60. Je moet echt geluk hebben met deze basis. Waar vervelend. Oké, fail count. Kom er maar in.
dit komt als geroepen. Oh, Zeepie komt in trance. Oeh, daar ben ik blij om. Oké, nou dat Zeepie zeg maar in trance is gekomen. Kunnen we hem dus zeg maar heel erg veel schade gaan doen. Ik ben alweer een beetje bezig geweest. En iedereen heeft op dit moment autolife. Dus mocht er iets crazy gebeuren, dan staat iedereen weer op. En Destiny heeft zijn trance daarvoor goed gebruikt. En helaas is dat beest niet op een multiple van level 4. Maar goed, Zeepie is in trance. Dus we kunnen een paar klappen geven van 9999. Doomsday komt er weer aan. Dat hield weer onze party members. Oh, deze. Dit is echt voor de superkracht. Gisteren heb ik gewoon een deel van de stream opgenomen. Omdat, ja, die baas die is zo... Dus ik hoop dat we hier nou gewoon een goede kans maken. Maar ja, het probleem wat ik dus had... Is deze baas die... Kan... Dit gevecht kan gewoon zo lang duren. Daar word je gewoon niet vrolijk van. En hij blijft eigenlijk maar healen. 9500, jeez. Daar! Ja, ik had al helaas een aanval voor hem ingeprogrammeerd, dus... maar goed, nou gaan we Little Hufflepuff doen. Shell, dat zorgt ervoor dat we minder schade nemen. Grand Little, we doen het gewoon. Wat gaat hij doen, curse zeker? Death! We hebben autolife. Oh, nee, niet op hem. Nee. Jij mag heel eventjes... doe maar Shell, want... Er komt weer een Doomsday aan, dus... Kom op, nog een keer. Grand Little. Hoe doet dat? 104. Hij is daar echt heel erg tegen. Oh! Destiny is nog op mini. Deurie. Maar jij moet dan toch eerst eventjes een aura doen op Zeepie. Dus daar moeten we heel goed zorgen dat dat wel goed blijft. Ik bedoel dat je bijna geen schade deed. Oh. Ik vind het cool. Oh, deze baas, jongens. Dus kijk, ultieme aanval tegen ultieme aanvallen. Nou ja, we hebben in ieder geval weer 3000 HP. Dat is alleen maar gunstig. Ben ik nou aan de beurt? Zeepie? Nee! Oh, ik word zo moe van die curse aanval. Ja, we moeten nou weer eens met remedies gaan beginnen. Doe jij maar heel eventjes een revive op Zeepie. Je bent weer groot in ieder geval. Niet nog eens, niet nog eens! Holy. Oh, holy crap. Towler of Zelda, die hebben allebei Shell. Towler had Shell. Niet meer dus. Nou ja, die had nog in ieder geval Autolife. Kun jij heel eventjes een remedy op Zelda doen, want die moet healen. Jij doet eventjes zo snel mogelijk Doomsday, want we hebben al een remedy op jou geplekt. Jij doet gewoon jouw aanval. Grand Little. Dit is de derde keer dat ik al geprobeerd heb om... Grand Little voor elkaar te krijgen. Jij doet aura op jezelf. Wacht, op Towler hadden we toch? Hé? Nou ja, het hield in ieder geval Destiny, ook al is die mini. Oh, echt die mini-status, daar hadden ze ook gewoon zo'n equipable in neer moeten zetten. Want echt mini-status, het zorgt ervoor dat je meer schade kan krijgen en minder schade kan doen. En dat is gewoon zwaar vervelend. Oké, Kyuraga. Oké, we hebben weer even health. Alleen, ja, het probleem is, nou kunnen we eindelijk Grand Little doen, maar zijn we mini. En stop jij nou eens met jezelf te healen. Mini Grand Little. 370. Oh, dat doet pijn. Nou ja, hij heeft in ieder geval al een remedy op zich klaarstaan nou. Ergens. Oh boy. Flair. Als het op Zeepie is? Nee, op Destiny. Je kunt overleven. Kom op, jongen. We weten dat je het kan. We believe in you. 4000 schade, zeg. Nou ja, daar komt eindelijk de Kyuraga. Doe maar aura weer op jezelf, want jij bent degene die ook kan reviven. Dan komt de remedy. Dus nou is Zeepie groot, dan kunnen we eindelijk een beetje schade gaan doen. Jij doet de remedy op Towler.
En dan kan Towler weer Doomsday doen. Kijk, 9999 schade. Die willen we zien. Als je dan weer keus doet, dan word ik echt... Oké, die kunnen we overleven. Brandlittle. Oh, dit gaat weg, jongens. Hoezo ben ik op een meervoud van... Ik was toch op level 61? Of ben ik op 62 dan? 63? Ik weet niet meer. Het is jammer dat deze gewoon niet terug kan, maar... Het voordeel is wel, hij heeft niet een onuitputbare MP-bron. Zijn MP kan ook opraken en dan zal hij MP-absorb proberen. Dus dan weet je in ieder geval dat hij niet meer zoveel curse zal gaan doen, want volgens mij... Vereist dat heel erg veel MP die in aanval, want die zouden wij nooit kunnen leren. Dus, oké, nou jij hebt ook weer autolife. Daar komt de remedy voor onze Doomsday aanval. Jij doet eventjes een aura op de Towler. Daar wordt onze heal slash aanval. En dan doet hij heel eventjes een shell op Destiny. Blijf in ieder geval lang in leven, dat is wel een voordeel. Hoppakee, iedereen is weer volledig geheeld. Mooi. Grandlittle! 9999 schade, yes please. Doomsday. Meteor! Nee! Wie heeft er nog autolives? Alleen Zelda. Hebben we hem? Hebben we hem? Oh mijn god! Oh, dit voelt zo goed. Oh, jullie hebben geen idee hoe moeilijk deze baas wel niet was. Destiny, jouw return magic for the win. Maakt niet uit dat we geen experience krijgen van Zeepje en de Towler. Oh, 100 AP krijg je er gewoon voor. Ja, we waren op level 64, daarom deed level 4 holy wel wat tegen ons. Maar je krijgt het dus van een Dark Matter en een Pumice. Twee van de Hidden Summons, Dark Matter, jullie weten net, die konden jullie bij een veiling krijgen. En Pumice, mocht je dus niet de Chocobo Sidequest hebben gedaan, dan vraag ik mij af voordat je deze baas wel verslaat. Maar goed, je krijgt dus een tweede Pumice die dus eigenlijk totaal zinloos is. Maar we hebben de superbaas verslagen. Deze baas is moeilijker dan de final boss in het spel. Je bent heel erg sterk, Kupo. Dat was geweldig, Kupo. Ik heb opgenomen hoe dat je hebt gevoeld in een kaart. Ik geef het aan jou. Een Osma-kaart. Een strategy guide. En nog één bonus. HP en MP al gestort en alle status... Nou, dankjewel, Mene. Maar wat is dan die rulesboek-dinges? Nou, dan vraag ik maar wel af. Jeez. Nou ja. Nee, ik wil niet. Ik wil terug. Ja. Dan kan ik eigenlijk heel de let's play finishen in deze opnamesessie. Want ik heb nog meer dan genoeg tijd. Misschien kan ik zelfs deze aflevering nog editen. En vandaag nog alsnog uploaden. Ook al zei ik dat gisteren een bonus was. Trouwens, waarom land ik hier? Ik moet bij de Blue of bij die Invincible komen. Maar... Oh. En... Eventjes met edit grappen uit de weg. Dit was echt mijn tweede poging. In deze opnamesessie, zeg ik heel eerlijk. Ik heb gisteren heb ik gekeken van hoe gaat het lopen. Ik heb opnames gedaan toen. Mijn audiocommentaar was was in dit geval gelukkig. Was helaas gefailed, dus daarom heb ik die opname moeten verwijderen. Maar er was niks nieuws. Ik die constant werd gepoond door Osma. Dat was eigenlijk hetgene wat er non-stop gebeurde. Dus ja, aangezien dat het niet een legit opname was en dat ik daarna maar ben gaan levelen en niet echt dood ben gegaan in de legit opname, telt het niet als fail count, maar tot we dit gewoon gehaald hebben, daar sta ik van te kijken. Maar goed, ik ben benieuwd, wat is de rulesbook? Waar staat hij? Strategy guide, sorry.
You must collect cards within triangles pointing in different directions, or you can't achieve the highest rank. Het gaat alleen maar over de stomme kaartspel. Niemand geeft om je stomme kaartspel. Oh, jongens, we hebben Osmak weten te verslaan. In deze aflevering. De Superbos. En in de volgende aflevering... gaan wij... naar... niet de Superbos, maar de Final Boss. Oftewel, de final aflevering... van Final Fantasy 9. Heb je nog vragen over deze Superbos? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien... bij de finale... van Final Fantasy 9. Tot dan, jongens. En, oh, voordat ik afsluit, nog heel even, dit is nog een kleine bonus. Al die codes en voor Super Mario Maker, die komen. Maar vergeet niet, ik heb nou Final Fantasy, de hardcore serie ben ik aan het opnemen en al aan het bewerken. Die begint volgend weekend, niet aankomend weekend, maar volgend weekend. En de codes die ik voor Super Mario Maker heb opgeschreven, die staan hier al klaar en die gaan dus ook opgenomen worden. Dus maak je daar geen zorgen over, dat gaat gebeuren. Nieuwe Let's Play, daar ben ik ook al ondertussen mee bezig. Ondertussen heb ik ook nog een baan en alles, maar dat maakt niet zoveel uit. En als je levels wil inzenden, zorg ik ervoor dat het op een video is van de Super Mario Maker en niet op Final Fantasy of iets in die trend. Want anders vind ik overal dadelijk in één keer codes en dan wordt het een rommeltje en dat werkt gewoon niet. Dus met dat gezegd te hebben, hoop ik jullie allemaal te zien. Ik loop nu offscreen richting... de final boss, want we hebben heel Memory al gezien. Dus het kan zijn dat er daar wat levels omhoog zijn gegaan. Maar goed, met dat gezegd hebben, sluit ik nu echt af. Zelda player, hou je mond dicht. Oké, tot morgen jongens. Doei!